paar kinderen uit mijn klas. Jeetje! Sorry jongens, voor iedereen die mijn ondergoed heeft gezien. Wie is dit? Echt een bully. Dus we gaan popcorn halen. Een heftig printje of iets vind ik dan best wel lastig. Iets waarvan ik niet weet wat het is. Als ik 100 keer nen. Al die leuke tekeningen. Oh, die vrouw! Is de vlog gemaakt? Balans! Deze. Ik word eerst nog geïnterviewd en zo. Want ik ben er. Ik begin ineens ziek zenuwachtig te worden. Zo zenuwachtig voor wie mijn date is. Het is nu 8 kilo kwijt. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga snel naar mijn werk. Jongens, dit was een hele pittige dag. Het is nu 5:30 en ik ga nu naar huis. Ik ben eigenlijk nog steeds niet klaar. Ik had wel dit leuke jurkje aan vandaag. Ik heb even dit eroverheen nu, omdat ik dacht van misschien voel ik me iets te bloot hierin. Maar uiteindelijk was het veel te heet en het jurkje was niet te bloot. Het was zo heet vandaag en dat in combi met alle stress. Ik heb mascara lopen afpulpen. Heel heftige dag. Komt goed. Oké, jongens, het is lunchpauze en deze doos is net bezorgd. Dus ik kreeg een melding en toen ging ik het meteen halen. Dit zijn dus, ik laat het ondertussen even meteen aan de kinderen zien. Alle Orbeez. We hebben ook even niet iets zeggen. We hebben groene. Allemaal leuke kleuren. We hebben ook een soort van mega's die dus nog groter worden. We hebben zwart. Echt, het lijkt nu dus niet heel veel, maar dit gaat dus allemaal nog 8 keer groter worden. We hebben een soort van rare slijmdolfijntjes. We gaan straks tijdens het buitenspelen met z'n allen even ernaar kijken. Maar deze ga ik zo alvast vullen in emmers. En ik ben echt, ik denk dat het veel meer is dan ik denk. Maar de kinderen zijn in ieder geval helemaal enthousiast. Want dit komt dus in allemaal badjes op het zomerfeest. En ze kunnen heel goed stil zijn, dus dat is heel erg knap. Oké, we gaan nu op het balkon, dat is de enige veilige plek. Zorgen dat dit schoon is. En we gaan nu hier, ga ik steeds met een paar kinderen uit mijn klas de badjes vullen met alle Orbeez. De ene is omgespoeld, ondertussen wordt er water gehaald. We gaan het nu een beetje uitproberen, want misschien is het veel te zwaar en kunnen we het niet meer naar beneden tillen. Maar we gaan gewoon één zak leeg gooien. Goed zo, goede camera vrouw. Kijk. En hier gaan we nu allemaal water bij doen, ik vind het zo spannend. Oké. Even kijken. Dan moeten we een beetje gaan mengen. Doen jullie dat maar? En dan moeten we gewoon eigenlijk heel lang wachten. Oké, we gaan de volgende nu vullen met Orbeez. Yeah. Jongens, het is mijn vrijdag, maar ik ben niet vrij. Ik ben al sinds 8:30 aan het werk. Het is nu 11:00 geweest. Je ziet dat ik echt ontzettend moe ben. Ik baal echt een beetje. Ik had echt even willen bijslapen, want dat doet me gewoon heel erg goed. Maar ik dacht, ja, ik kan dat me niet permitteren. Ik zit aan een rapport. Ik heb ook even mijn weekvlog gedaan, want dat moet ook gebeuren. Ik moet ook nog bestellingen maken en ik moet naar mijn werk. En ik wil eigenlijk ook gewoon echt weer even sporten. Nu ga ik ontbijten met dit, een eitje en een broodje en ketchup. En ik heb een koffie. En ja, voor mij als ik gewoon niet moe was, was het fijn, maar het ging zo goed. En ik heb nu gewoon heel erg slaaptekort en het is gewoon heel erg druk. Dus het is echt een hele hectische week en mensen appen ook echt van hallo, leef je nog? Dus het is gewoon zoveel verantwoording en alles. Dus dat is lastig. Maar ik heb echt onwijs veel zin in morgen hoor, daar niet van. Alles goed? Alles goed? Gaat het goed? Makker. Broeder. Gaat alles goed? Blijf maar liggen hoor. Je mag blijven liggen. Als jullie konden zien wat hij aan het doen is. Wolly? Wolly? Jeetje! Wat heb jij vandaag? Wolly, we moeten rapporten doen. Kom. Kom mij helpen. Ik vlog niet te veel hoor. Deze week om jullie niet zo giet te maken. Maar deze week is gewoon, ik sta echt op knappen. Ik kan echt huilen om alles. Ik heb mijn bestellingen gemaakt. Het was 4:45. Ik dacht, ik kan ze niet wegbrengen. Ik kan niet meer. En toen dacht ik, ja, morgen kan het ook niet. En anders hebben ze het pas dinsdag, dus het moet wel.
Dus ik 1,5 minuut gedoucht. Rode labello opgedaan. Haar in de staart en zo de deur uitgelopen. Wat ik nog vind meevallen voor hoe verrot ik ben. Het is niet te doen. Ik heb ook helemaal koorts aanvallen. Ik hoop zo niet dat ik nu ziek word. Ik moet echt gaan slapen. Het is gewoon te veel voor me. En ik weet nu wel waardoor ik dus de vorige maanden zo moe was. Omdat het gewoon doordat het te veel was. Want hiervoor ging het prima. Loop ik erheen is het 27 en om 30 moet het ingeleverd zijn. Staat de brug open. Ik denk nee, maar hij ging al dicht. Dus ik denk oké, top, dat duurt niet lang meer. Komt die man. Sorry mensen, de brug is stuk. Jullie moeten omrijden. Dus ik denk oh nee. Dus toen dacht ik, ik heb een jurk aan. Dus er overheen klimmen. Deze waait echt helemaal open. Kan echt niet. Oh. Toen dacht ik, ja ik moet wel. Sorry dat ik zo naar mezelf kijk, maar ik moet wel. Zonder ook echt super veel mensen. Hè? Ik zeg, sorry jongens, voor iedereen die nu mijn ondergoed heeft gezien. Ik ben er overheen geklommen. Ik moest ook eens over die ander gerend. Dan was het 29. Heb ik me, het zijn toch 12 bestellingen kunnen brengen. Toen moest ik ook nog eens terug, toen was hij nog steeds dicht. PostNL mannetje, dacht ik daarna, stond ook in de file voor iedereen die over de brug wilde. Dus die kon er niet langs, dus die stond ook in de file. Hij stond wel aan de goede kant van de brug. Maar hij stond er nog. Maar ja, verteld gaat dat hij die mensen ingehaald. En had hij wel eens pakketten gehaald. Dus ik was op tijd. En toen op de terugweg moest ik weer over de brug klimmen. Nou ja, het hele terras heeft waarschijnlijk een stuk van mijn ondergoed gezien. Gelukkig had ik geen string aan. En toen liep ik even naar, langs de kapper hier naast mijn huis. Want ik wil zo lang. Auw! Naar de kapper. En mijn haar is heel vet. En ik ben te moe om mijn haar te wassen. Dus ik dacht, misschien kan ik dan meteen naar de kapper. Maar zij zit ook vol. En het leven is top. Deze week. Rapporten zijn nog niet af. Ik ga nu niet naar school. Ik vind mezelf niet helder genoeg om rapporten nu te printen. Dus ik neem het risico voor morgen. Dat sowieso wel gaat lukken. En ik heb wel iets heel leuks. We hebben een nieuw restaurant uit Eiburg. Toko. Op thuis bezorgd. En ik dacht, laat ik daar zo op bestellen. Dus had ik super lekker springrolls. Die heb ik gegeten, maar daarna was ik heel misselijk. Maar dus ook, dit is 10 euro. Dit is een soort van pokeball, maar dan Indonesisch. Met quinoa heb ik. Avocado. Zwart. Radijs. Oeh, is dit ei? Oh, wat heftig. Ik denk dat dit dus ei is. Nou, het ziet er in ieder geval heel erg lekker uit, maar ik ben compleet misselijk. Ik weet niet of ik het nou in de koelkast moet bewaren, ja. Super lekker crispy, maar die is natuurlijk nu niet meer crispy. Maar dat, we hebben echt heel weinig goede thuisbezorgd restaurants. En dit soort dingen hebben wij niet. Dus ik zal jullie al even vertellen als het echt een topper was. Niet dat jullie er wat aan hebben, maar toch. En zaterdag hebben we mijn nichtje uit Israël gaan varen met z'n allen. Superleuk, maar dan moet ik echt wel fit zijn. Dus ik hoop dat ik gewoon lekker na het zomerfeest ben ik waarschijnlijk 9 uur thuis en vol energie. Maar dat ik dan om 11 uur kan slapen. Want om 11 uur 's ochtends en dan moet ik alweer in Amsterdam zijn op zaterdag. Dat is echt heel lekker. Aangezien ik tegenwoordig niet meer zo erg bezig ben met ik heb geen make-up op. En ik door het eten en even naar buiten lopen, maar gewoon iets beter voel. Ga ik er nu snel van profiteren. Dan ga ik nu naar school. Ik moet nog een paar puntjes in het rapport invullen. Maar de schoonmaker is er nog 2 uur, dus dan kan ik het in 1 uur afmaken op mijn werk. Het dan printen en dan ligt het er. En dan ga ik met een veel fijner gevoel naar bed vanavond. Dat ga ik doen. Dus ik ga nu mijn rapport printen. 7, iets over 7:30. Ik ben er en de schoonmaker is er nog tot 8:30. Dus het gaat sowieso goed komen. Ik heb net naar de inschrijflijsten gekeken. En we hebben echt nog onwijs veel gaten. Bijna bij elk onderdeel is er wel in ieder geval 1/2 uur dat er niemand staat. En vaak moeten er dan bijvoorbeeld 3 staan. Dus ik heb net naar mijn eigen klas-app een filmpje gestuurd. Willen jullie misschien nog je inschrijven? Waarom hangt hier een tas? Oh, iemand heeft nog haken geregeld. Dat is lief. Oké. Aan de bak, jongens. Ik vind het eigenlijk heel leuk, hè, dit allemaal. Alleen de rapporten die erbij komen is gewoon... Yes, het is 8:30 en ik ben weer op de parkeerplaats. Volgens mij is het 8:30 zoiets. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij dat ik naar school ben gegaan, want daar heb ik echt heerlijk kunnen werken. En het is zo chill in de avond op school. Ik heb ook nog even mijn Orbeez nog een keer water erbij gedaan. Ik heb de inschrijflijsten nog gefilmd en nog rondgestuurd. En alles nog eventjes lekker bekeken. Echt heerlijk op school. Alleen als er natuurlijk mensen zijn, word je gewoon heel erg afgeleid. Hoe laat is het nu? 8:40. Nu kan ik lekker mijn haar gaan wassen en dat moet ik echt doen. En ik heb ontzettend veel zin in het feest morgen. Ook al is het echt verschrikkelijk alle voorbereidingen qua hoeveel werk het is. Ja, ik heb wel bestellingen weggebracht. Weekvlog moet ik voor de 3e keer gaan bewerken, want er zat een gezicht in van iemand die ik er niet in wilde hebben. Ik wil eigenlijk ook gewoon wat eerder slapen dan 10:30. Want ik wil zo graag genieten morgen. Ik heb er zoveel zin in.
Dat is een verjaardag geven, weet je, super veel werk en dan duurt het maar heel even. Nou, dit is nog 10 keer meer werk en het duurt nog korter. Dus ik wil er echt van genieten. Leuk vlog tot nu toe, hè, jongens. Zal ik even kijken, want ik had even op Instagram nog wat gezet. Heel veel op Insta geplaatst vandaag. En nee, ik ga het er niet mooi in plakken. Oh, het heet... Oh ja. Kippen. En het was... Mocht je afvragen... Ik heb me echt met heel veel moeite heel erg gehaast om nu nog binnen 3 minuten mijn bestellingen weg te brengen. Maar de brug is stuk. Deze week zit vol met ongeluk. Met een jurk aan. Ik ben over de brug gekomen. Dus iedereen zag me ondergoed. Maar ik... Mocht je... Hallo jongens, ik heb... Oh. Kip is natuurlijk niet gezond gefrituurd, maar je had bijvoorbeeld ook tonijn. Ik heb echt babyrimpels. Ik kon kiezen witte rijst of quinoa. Dus ik heb quinoa, er zit echt helemaal geen saus verder overheen of zo. Het is niet mega lekker. Maar het is in ieder geval echt een gezonde optie en het kost 10 euro. En daar ben ik echt al lang blij mee. Het is wel heel lekker. Het is echt wel lekker. Deze week... Oh, eigenlijk is het heerlijk om 6:30 s'avonds op school te zijn. Ja, mijn rapporten zijn eigenlijk klaar. En ik ga ze nu uit de printer halen en nog 1 keer checken. En dan is hopelijk alles goed. En ik ga eerst even kijken hoe het met mijn Orbeez gaat. 36 meter geleden. Hallo Orbeez. Hallo, hallo. Oh, ze zijn nog steeds zo nat en geurig. Ik denk dat ik hier nog maar... Ik ben blij dat ze er niet in gaan zitten. Dat is leuk. Om daar op school te zijn. Hallo Orbeez. Willen jullie nog wat water? Hallo andere kindjes. Klaar, yes. Ook al ben ik dan klaar, dan heb ik toch nog nooit het gevoel dat ik... Hallo, de rapporten zijn klaar. Ik ga lekker naar huis. Zo een feestje verder voorbereiden. Morgen jongens, ik heb nog niet genoeg make-up op. Ik heb echt haast vandaag. Oh, ik hou zo van mijn collega's. Ik kom binnen, iedereen moet lachen, want ik heb gisteravond dus een filmpje naar ze gestuurd. Om ze nog over te halen om meer in te schrijven voor het zomerfeest. En iedereen, ik was zo schattig. Kijk dit, het liefste ooit. Er was een moeder hier op school en die zei van ja, ik ken haar wel een beetje vaag. Volgens mij kijkt ze ook wel eens mijn video's. En ze zei ja, mijn zoon die heeft Bolly gevonden in de kringloopwinkel in knuffel voor mij en hij durft niet te geven. En heeft hij dus vandaag gegeven. En het was vet leuk, want er zat een collega van mij die ook mijn dingen, heel veel mijn Insta-stories kijkt. Dus ik zei tegen haar... Wie is dit? Zegt ze Bolly. Dus hij vond dat natuurlijk ook superleuk. Want het is echt Bollietje. Zo lief. Oh, ik moet echt wat make-up op gaan doen, jongens. Oh, ik heb zoveel zin in vandaag. Oké, jongens, we zijn echt super goed bezig. Bijna alles is klaar. En nu ga ik 3 kinderen voor jullie filmen. Die even alle spullen gaan laten zien die we met korting hebben gekregen. En we gaan beginnen met karaoke. Het is het podium. En we hebben van karaoke concurrent deze set met 50% korting gekregen. Microfoons. En even kijken. Hoe gaat het zachter, jongens? Zo. Hier kunnen ze dus echt uit heel veel liedjes kiezen. Jongens, kom even een liedje uitzoeken. Kom maar. Kies maar even een nummer uit. Ja. Dan hebben we een fantastische meester die het liedje dan even aanzet. Doeg. Ergens in Amsterdam zat aan de bar een oude wijze man. Een wijze man. En hij zei dat wij nog maar een paar. Ja, ah, ah, ah. Ha, ah, ah, ah. Pak alles wat je kan. Goed zo. Ook het springen, ja tuurlijk. Deze is voor de kleinere kinderen, maar zij mogen er nu ook even op. Ga maar jongens, gaan we lekker springen. Oh ja, even schoenen uit. Heerlijk hier in de schaduw, hè? Lekker afkoelen. Woe! Ga maar Senna, ren er maar op. Yay! En hier hebben we ook nog een hele leuke uitgang. Kom maar glijden. Woe! En jongens, hebben jullie de stormbaan al gezien? Nee. Zullen we daar naartoe gaan? Ja. Oké. Okay. We hebben hier dus de stormbaan van 21 meter. Niet normaal. Van springkussen concurrent. Met wat korting gekregen. Daarom laat ik het jullie zien. Oké, okay, Tim, ga je erop? Wacht even kijken of er geen andere kinderen in beeld zijn. Oké, okay, storm er maar op. Wow. Oké, okay, klim maar meiden. Wow, leuk!
dit. Dit is wel misschien het vetste van alle. Wat is leuker, dit of de Orbeez? Orbeez. Echt? Nee, ik vind dit niet. Jongens, zullen we even popcorn halen? Ja! Jongens, we gaan popcorn halen. Popcorn. Even kijken of die al klaar is. We hebben hier echt een mega twister. Deze is wel echt mega, mega, mega. Linkervoet op groen. Rechtervoet op blauw. Rechterhand op rood. Huh? Dat kan helemaal niet. Rechterhand, zijn haar dat niet? Leuk zo'n grote twister? Ja. Wie gaat er winnen? Ik. Wip begint, zwart wint. Echt? Ja. Oké, op het kleine plein voor de kleinere kinderen hebben we hier lekker overbelicht. Fietsjes en zo, lekker rustig. En dan mogen ze hier voor de kleine kinderen domino spelen. Jawel, goede getal bij het goede getal. Kijk, 3x3. Nee, maar het moet niet zo. Je moet hem wel, zeg maar, doormaken. Nee, je mag ook. Nee, hij moet echt zo. Jawel, jawel. Dus hier moet een 5. Hij moet... Nee, zeg maar, dit kan ook niet. Het moet wel een slang worden, zeg maar. Ja. Hier, Sam, daar moet een 2. Ja, doe die er tegenaan dan. Kijk. Hier, 2 tegen 2. Dat mag ook. Kijk! Oké, kijk! Leuk, hè? Even mengen, hè? Mag jouw stem erop? Ja, mengen. Mag jouw stem erop? Mijn stem, ja zeker. Nee, liever niet, deze is erop. Deze ook. Ja, ja! We zijn terug met de Orbeez. Oké, jongens, mengen! Het zit erop, het was zo heftig. Ik heb nog even gehuild. Want er was echt, als je zo weinig slaapt, ik kan het niet aan, jongens. Ik heb op het feest zelf niks meer gefilmd, maar het ging allemaal goed. Slijm was een beetje een drama, want er was gewoon te weinig toezicht. Maar oh, mijn voeten, ik kan niet meer praten. Ik ben nog niet echt, ik hoop dat ik nog ga nagenieten. Het ging allemaal zo snel. Het leukste vond ik nog dat mijn kinderen voor de juf het afscheidslied hadden gezongen en gedanst. Want ze deden het zo goed. Het is zo anders als je het zelf organiseert. Het is zoveel werk. Voor uiteindelijk maar 3 uur. Ik ben vanaf 12:30 aan het opbouwen geweest. En ik heb het voor natuurlijk gewoon tot 12:30 gewoon de kinderen gehad. En het is nu 8:00. Dus ik heb 12:00 gewerkt. Waarvan... Nee, geen pauze. Letterlijk geen pauze. 12:00 non-stop gewerkt. En mijn voeten zijn echt helemaal op. Helemaal kapot. Ik ben echt super, super moe. En wat ik zeg, het was zoveel werk. Volgend jaar gaan we het wel anders doen. Ik vind het heel leuk hoor, deze commissie. Maar... Het was echt te veel. Dus dan is het ineens voorbij. Ja, raar. Nu heb ik weekend. Morgen hebben we dus familiedag. Superleuk. Maar ik moet echt naar bed. Ik ben echt overgevoelig door slaaptekort. Ik ben blij dat het erop zit. Maar ik heb niet zo'n gevoel van yes. Dus ik hoop dat dat nog komt. Ik heb lekker gedoucht. Ik heb niet gehuild hoor. Ik weet dat het er zo uitziet. Maar toen ben ik op bed geklopt. En toen kreeg ik... allemaal filmpjes doorgestuurd. En ik vind ze zo geweldig. Ja, ik kan het allemaal niet laten zien, maar ik heb het zo. Dus daar gaan we dan nu naar kijken. Nogmaals, als jullie alsjeblieft stil willen zijn, anders horen ze niet hun tik, tik, tik. En dan weten ze niet dat ze moeten beginnen. Ik kan helaas niemand de klas uitsturen, dus we moeten het hier weer doen. En deze foto nog een moeder gemaakt. Ik ben zo blij, want ik heb één vader heeft het hele liedje gefilmd. Het is natuurlijk niet mijn afscheidslied, maar we hebben hier zo lang op geoefend. Ik heb het filmpje denk ik echt wel 12 keer gekeken met zo'n glimlach, zo trots. Ook echt gewoon dat bepaalde kinderen, van wie ik misschien niet zou verwachten, waren zo ontzettend goed.
met het dansen, het zingen, zo fanatiek. Gewoon nul schaamte, go for it, niet stoer doen. Gewoon echt, ik was zo trots. Maar dat is het grappige, want ik heb het hele zomerfeest dus lopen organiseren met een ouder. Maar dat dansje had daar niks mee te maken. Dat was gewoon iets wat ik daarbij nog heb gedaan. Maar daar ben ik nog het meest enthousiast over, omdat ik dat gewoon, dat vind ik gewoon nog het allerleukste. Dus ik moet van twee dingen nagenieten. En ik zit onder de beten al een week lang. Iemand zei dat het misschien die ene boom dinges is. Het is niet fijn. Ik zou dus niet meer gaan varen, maar ze hebben me opgepikt. En nu zit ik toch op de boot. Echt? Heerlijk. Jongens, ik zit nu op de wc bij het CC Amsterdam Theater. Naar voorstelling van mijn achterneef aan het kijken. Het is echt heel leuk, maar van de voorstelling word je nog mooier. Oké, dus dit is mijn nichtje Kaya. En dit is dus mijn nichtje Susanna. En Kaya komt uit Israël. En ze was hier iets van 4-5 years ago. En toen heb ik... I also vlogged them. But I lost all the material. Alles, alle beeldmateriaal ben ik verloren. Dus dit is nu de eerste keer dat jullie dit zien. Hey jongens, ik ben de hele week ziek geweest. Eigenlijk ben ik nog steeds ziek, maar ik ben vandaag gaan werken. En toen dacht ik dat ik ook wel naar de verjaardag van mijn beste vriendin. Ik heb niks gevlogd deze week, want ik was echt heel erg ziek. Buikgriep. Ik heb het nog steeds een klein beetje. Ik wou gewoon mijn zwarte jurkje aan, maar die is gekrompen in de was, waar ik echt van baal. Dus nu dacht ik, dit is misschien de kant, maar ik heb ervan afgevallen om toch deze aan te doen. Ik blijf erbij dat ik hem dus zo leuk vind, maar als je me zo bekijkt, vind ik hem best heftig. Wat vinden jullie? Vinden jullie dit heftig? Ja, je ziet dus hier wel het witte van mijn BH, maar ik heb geen zwarte BH. Ik ben best wel... Oh, ik heb ineens heel erg kort. Kak. Maar ja, ik vind best wel snel iets heftig, merk ik. Niet blote benen of zo, maar een heftig printje of iets vind ik dan best wel lastig. Het is maar gewoon een verjaardag met een clubje van 6. Ik wil niet echt overdressed zijn, maar het is zwart dus. Oké. En mijn schoenen maken het ook gewoon netjes, toch? Hallo jongens en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is nu dinsdag. Ik was vorige week de hele week ziek met buikgriep, dus ik heb niet gevlogd. En nu kom ik net op school. En er staat daar een ouder, dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Of niet, wie staat daar? En aan het eind van het schooljaar krijg je hopelijk soms cadeautjes van kinderen of lieve kaartjes. En het is nu pas dinsdag, maar ik heb dus net dit tasje gekregen. En er zat dus dit cadeau in. En dit heb ik echt nog nooit in mijn leven gehad. Dus ik was helemaal verbaasd. Moet jullie even kijken wat het is. Eerst zag ik dus deze douchegel. De kinderen zitten nu trouwens allemaal super lief te luisteren. Ik vind dat zo leuk. En deze heb ik zelf ook. Die is heel lekker. En toen zag ik ineens een masker van Starskin. En ik zei van wow, die wil ik altijd al een keer proberen. Maar dat vind ik altijd te duur. En dan zie ik ineens een Too Faced mascara. Dus ik zeg, huh? Zegt ze, ja, mijn moeder werkt bij de Douglas. En van Annie een... nagellak en nog een soort van roze. Iets waarvan ik niet weet wat het is. Maar dit is nu het eerste. Oh nee, gisteren heb ik ook chocolaatjes gekregen die heel lekker zijn. Waar ik er per ongeluk 6 van op heb gegeten. Maar ik ben hier echt heel blij mee. Dus ze zeiden film het. Dus dankjewel. Jongens, ik ben thuis. Ik heb dus voor het eerst sinds heel lang een week niet gevlogd. Maar ik ben dus van zaterdagmiddag, avond tot... Ja. Vrijdagavond, maar eigenlijk weer zondag. Gewoon, bij meer dan een week. Heel erg ziek geweest. Ik heb dus 5 dagen echt in bed gelegen. Nou ja, als je me op Instagram volgt, heb je het wel gezien. Heb ik denk ik nog nooit gehad. Echt doodziek. Dat ik me elke dag dacht, nu voel ik me wel beter toch? Nee hoor, ik voel me nog steeds niet beter. Ik wil zeggen dat het nog wel een beetje in me zit. Want mijn buik is nog niet helemaal in orde. En ik ben nog wel moe. En ik heb echt maar 4 uur geslapen vannacht en gisteren ook. Ik weet niet waarom. Maar nu is het 4:30. Ben ik thuis. En ik moet over 2 uur alweer naar school voor de groep 8 musical. Ik dacht, ik ga nu maar weer vloggen en ik vond het wel prima. Oh, je ziet het niet, maar ken je dat? Dat je zo moe bent dat je ogen helemaal branden. Maar ik dacht, het is wel prima om een weekje over te slaan, aangezien ik zo achterloop. Ik heb vandaag voor het eerst deze jurk aangedaan naar mijn werk. En hier zie je ook dat ik ben afgevallen. Door de buikgriep ben ik weer iets meer afgevallen, wat er ook af is gebleven. Dus ik zit echt lekkerder in mijn vel. Ik ga nu even lekker chillen. Even mijn lens uit, doen het liefst wil ik slapen. Je ziet het niet, of wel? Zie je het? Van die tranenogen. Even bij komen, want vanavond als ik thuis kom, moet ik meteen mijn bed weer in. Zo, ik ga naar bed. Ik had niks gevlogd. Het was wel heel erg leuk. We moesten dus echt 34 keer weer een botje voor alle kinderen. En toen ook nog voor de meester en de juf. En daarnaast, als ik 100 keer heb gehoord, dan word ik helemaal dol. Dus ging ik met collega's echt
alles wat ik tegen collega's zei ook op weer een bordje gezegd. En toen was ik heel erg hyper. Ik was net even een half uurtje thuis even op de bank gezeten. De mascara eraf gepulkt. Kom maar liefje. Ik ga slapen. En dan ga ik nu naar bed. Het is nu 11:15 al. Weer wat. Ik hoop dat ik nu gewoon wel slaap. Want zo weinig slaap. Oh, en jongens. Zaterdag. Gaat 100% door nu. Heb ik mijn date voor first date. Hele drukke week. Dus geen tijd om uit te rusten of outfits te zoeken. Of mijn nagels te doen of wat dan ook. Maar ze zijn steeds heel laat met vragen. Dus ik appte maar van, is er al een optie? En het was de laatste optie van de week. Want daarna komt de zomer stoppen. Dus ik dacht, het moet wel. Wel een lekkere tijd. 6 uur 's avonds moet ik er zijn. Ik denk 7 uur eten of zo. Maar goed, ik ga wel vloggen die dag. Echt spannend. Goedemorgen. Ik ben laat. Ah. Hij is er winterkleding aan, herfstkleding, moe. Niet normaal zo moe. En ik riep 2 weken geleden nog leuk. Ik ben helemaal niet moe voor het einde van het schooljaar. Wauw. Het is heel heftig. Je ziet het ook echt. Mijn hoofd is wat opgezet er ook. Ik heb even 3 tasjes. Eentje voor mijn collega die morgen jarig is. Die geef ik vrijdag aan haar. Het zakje ga ik nu even dichtmaken, maar ik wil het even aan jullie laten zien. Dus mocht wat uitzoeken van mijn webshop, staat echt het mooiste ever uitgekozen, namelijk deze. Die zijn echt zo mooi. Maar ik dacht, dat regel ik ook maar vast meteen vandaag. En snoepjes zitten erin. Wow, mijn hoofd. Dan voor klassenmoeder. 2 klassenmoeders, allebei dit kaartje. En dan... bij de 1 een oogschaduwpalet. Een maskertje. Ook snoepjes zitten erin. Een armbandje met mama van Kumwa. Oh, sorry hoor jongens. En bij de ander ook een maskertje. Ook jij nagellak. Het stinkt je rot. Nou ja, oké. Okay. Doei. Bioscoop. Ik wil niet! Popcorn. Hey, het is donderdag. Ik heb lekker een beetje uitgeslapen. Toen was ik hier om 1 uur. Afscheid gedaan van kinderen. Heel veel opgeruimd. Overdracht voor mijn nieuwe klas gehad. En nu de mand. Net even klaargemaakt met een collega. Dit is dus voor een collega die weggaat. Heb ik georganiseerd. De hele tijd de collega's moeten stalken met... je mag nog zo lang heb je om je cadeau leer te leggen en zo. Dit is dus de mand. Hij is nu al dicht, maar hij zit bomvol. Het is echt geweldig. Normaal doen ze dit dus alleen als iemand zwanger is. Maar ik dacht, nu gaat er iemand weg, dus we gaan dit ook doen. Hij zit helemaal vol. Nou, die mand krijgen ze natuurlijk ook. En hier zit dan een cadeaubon van verder en verder. Dat wilden ze graag. Dit krijgen ze dus zeg maar vanuit de school. 50 euro te groepbon. En in plaats van bloemen hebben we een mand. En dan dus van het team deze hele mand vol met cadeaus. Echt geweldig. Zo leuk. Dus ze gaat dit echt geweldig vinden als ze het morgen krijgt. En zo ziet mijn lokaal er nu uit trouwens. Pas platte grond voor volgend jaar gemaakt. Echt helemaal goed op schema. Ik heb mijn sportkleding aangedaan. Ik ga nu dus sporten. Ik heb het is zo benauwd vandaag. Het is niet normaal. Een sok aan doen. Wow, ik wil echt gewoon op blote voeten lopen. Het is bloedje heet. Gadver. Ik ga denk ik ook mijn tekeningen achter me weghalen. Want ik moet wel zeggen dat vorig jaar moest ik verhuizen van klas. Dat is 1, dat is meer werk. En groep 4 was voor mij het voor het eerst vorig jaar. Nu hoef ik en niet te verhuizen van klas. En heb ik al een jaar groep 4 gehad. Dus ik weet helemaal gewoon, helemaal hoe groep 4 werkt. Ik zal volgend jaar waarschijnlijk wel weer nieuwe dingen ontdekken. Elk jaar ontdek je weer nieuwe dingen. Die leuk zijn of materialen of wat dan ook. Maar ik heb nu al meer opgeruimd voor de vakantie dan vorig jaar überhaupt al na de vakantie zeg maar. Dus ik loop wel goed op schema. Ik zou nu gewoon, als ik een tafeltje zet, zo al kunnen beginnen aan volgend jaar. Dus dat is heel lekker. Dus daar ben ik blij mee. En heel weinig te vloggen deze week. Ga ik natuurlijk heel goed bewaren. Dat is echt gek. Ook als ik aan het vloggen ben, zie je ook altijd al die leuke tekeningen. Ik ben
ben dus iemand, ik ga het liefst, zou ik gewoon volgende week als de vakantie begonnen is, nog doorgaan met weer opruimen en alles klaarzetten. Zodat ik dan na de vakantie zo lang mogelijk de vakantie kan houden en gewoon niet eerder naar school hoeft te komen. Maar dat kan niet, want we moeten dus de stapels opstapelen en zo. Ja, ik heb liever dat mijn vakantie iets later begint, snap ik wat ik bedoel. En dat ik dan nog even chill wat kasten uitruim. Dat ik dan na de vakantie zo laat mogelijk hoef te beginnen. Maar weet je, op de woensdag begint iedereen al wel weer. De woensdag voordat school weer begint. En anders zit ik daar en heb ik niks meer te doen. Dus dat is, ja. Dit is ook gewoon mijn laatste schooldag. En morgen hebben we dan van 10 tot 12, maar studiedag eigenlijk, heel kort. En dan daarna teamuitje. En dat gaat ook wel tot 6 uur duren. Dus hoe ik het nu achterlaat is hoe ik het achter kan laten eigenlijk. Mooie tekeningen, hè? Deze is nog van mijn klas van vorig jaar. Die laat ik hier wel altijd. Eerste klas. Nou. Leeg, wat vinden jullie? Lekker rustig of missen jullie de tekeningen nu? Ik ga nu dus sporten. Dit zijn nog materialen die ik net heb gekregen voor volgend jaar. We krijgen een nieuwe methode pennenstreken. Heel leuk. Whiteboard marker. Oh, dat is een hele andere. Die past natuurlijk hier niet in. Dat is niet zo handig. Dat is niet zo handig. Oké. Nou, dan leg ik ze. Hier. Oh, ze hebben de borden ook het bord schoongemaakt vandaag. Dat is fijn. Ja, wat moet ik met al deze whiteboard markers? Wat moet ik hiermee? Zijn deze beter? Daarom, we kunnen altijd een jaarbestelling doen. Maar ik heb altijd iets van, ik hoef helemaal niks. Ik heb alles nog. Linealen had ik wel gevraagd. Deze kast heb ik ook opgeruimd. Materialen. Dit zijn de nieuwe. Dit zijn de schriftjes die ik net heb gekregen van de juf van groep 3. Hier ben ik ook bezig met opruimen, zoals je kunt zien. Deze kast heb ik helemaal opgeruimd. Dit is mijn beauty corner. Dan leg ik deze stiften. Ga ik nog even een bakje voor zoeken. Zo. Oké. Nou, dat is dus de klas. Deze bloemen ga ik dus mee naar huis nemen. Ik vind ze echt prachtig. Alle drie echt zo mooi. Maar ik heb een vogel en ik weet niet zo goed wat ik met de bloemen moet doen. Dat ik ze nu nog maar even laat staan, dan neem ik ze morgen wel mee. Of kom ik hier morgen? Nee, ik moet ze nu meenemen. Maar dat is helemaal niet handig. En vooral deze echt zo prachtig. Kijk dan. Die hebben waarschijnlijk een equiline zijn die gegroeid of zo. Maar ja, Bolly die gaat dit gewoon eten. Dat is zo moeilijk. Misschien moet ik morgen vragen of collega's er blij mee kan maken. Het is ook zo zonde als ik het... Bolly eet het op. Dus, en dit is de bak die naar groep 5 gaat van de kids. Zo, lekker gesport. Ik had eigenlijk te weinig gegeten, dus ik was heel erg snel moe. Ik ging even boodschappen doen bij de Max, dus ik hoefde eigenlijk niet echt veel te halen, maar ik had een avocado nodig. En toen ben ik even blijven hangen, het is nu al bijna 7:30. En ik heb daar even bij de Hema een broodje caprese gegeten, want ik dacht, ja, het is nu toch avondeten. Ik heb zoveel honger, anders loop ik met zoveel honger door de supermarkt en dan ga je ook dingen kopen. Ik heb trouwens dus mijn collega's blij gemaakt met de bloemen, want ik kan met hem gewoon echt geen bloemen. Maar ik heb wel deze gehouden. Het zijn natuurlijk ook wel echt geweldig in mijn huis. Even in mijn waterkan. Want ik heb geen andere vaas. En wat het is, Bolly wil dit ook wel. Maar hier kan hij niet op landen. Snap je? Het is heel erg licht. Dus hij gaat na een paar keer, heeft hij nog niet opgevlogen. Gaat hij wel ontdekken dat hij hier niet op kan landen. Dus het is ook hoog. Hij kan er niet van eten. En op rozen en, hoe heet het? Zonnebloemen kan hij landen. En dat is gewoon super giftig. Dus waarschijnlijk gaat hij dit ontzettend interessant vinden. Het is wel heel erg cute. Hè? Ah, hij is er nog niet. Ik denk dat het de eerste keer is dat ik bloemen in huis heb. Ja, want ik. Het is heel erg, maar ik geef ze dan altijd weg. En dat, ik ben super blij als ik bloemen krijg. Ik vind het hartstikke mooi. Maar dan maak ik iemand anders er gewoon heel blij mee. Want ik weet nog van toen met Ruben. Toen we vogels hadden, wat een drama dat was. En ik had nog best wel veel basilicum. Maar ze hadden nu ineens bij de Lidl XXL basilicum. En Bolly wordt zo blij. Dat is voor hem een plant. Dus ik dacht, ik ga lekker veel basilicum, in plaats van zuinig, ga ik als ik basilicum gebruik lekker veel gebruiken van deze. Want dan kunnen we straks lekker deze mega plant. Dat vind je leuk. Ik moet even mijn afwassen gaan doen, maar zie je hoe lekker dit is? Mensen vonden dat je veel herrie maakt, hoor. Ik vind dat je best wel rustig bent.
Kus. En zaterdag ga ik naar first dates, heb ik dat al verteld? Morgen, ik heb deze jurk aan, want dat is ideaal met het rare weer. Het is wel een beetje warm, maar het is geen mooi weer. En we gaan steppen en zo, dus niet te kort. Deze schoenen vind ik niet heel leuk bij de jurk, maar dat zijn mijn meest comfortabele schoenen ook. Ik moet nog een beetje mijn make-up doen. Ik neem deze rugzak mee en dan ben ik er klaar voor. Ik weet niet, ik vind de jurk dus niet meer zo leuk. Ik vond hem heel leuk, maar nu niet echt meer. Ja. Hier is mijn leuke collega. We zijn aan het varen. Dat ziet niet, kan. En het onweert ook. Winkel! Oh, die vrouw! Is te vol gemaakt. En we zijn echt gewikkeld. De andere helft is aan het steppen. En op de terugweg ga ik ook. Jij gaat ook steppen, hè? Op de terugweg. Ga proberen. Dat wordt twee. Okay. Dat je ons dan zo voorbij ziet steppen. Ja. Ja, dat is leuk. Oké. Okay. Dan lijkt het nog een beetje op Oei! Doei! Doei! Balans! Ook nog. Helemaal verregend. Ik lijk wel kaal. Het was zo gezellig. Oh, ik ben heel wit. Het is nu dus nog geen eens 3 uur. Ik heb dus gestept, gevaren. We hebben lekker in Toeters en Bellen in Weesp gezeten. En nu ging iedereen allemaal gewoon een beetje naar huis. Het plan was echt tot 6:30. En nu zit ik echt te denken, wat moet ik doen? Ik wou mijn nagels laten doen, maar het kost in Weesp gewoon €40 om gel lak te doen. Dus ik ga het denk ik zelf doen. Ik wil dus eigenlijk heel graag naar de kapper. Maar de kans dat mijn haar lelijk geknipt wordt, is natuurlijk aanwezig. Maar mijn haar is heel erg dood en lang en nog steeds slecht geknipt. Dus ik zou het wel geknipt willen hebben in principe. Ik weet het niet, dus nu denk ik, wat moet ik doen? Outfit heb ik in principe wel al. Dus eigenlijk ben ik er gewoon klaar voor de date morgen. Maar ik wil nog niet, dat is dus mijn stoornis, dan wil ik dus nog niet naar huis. Maar we zijn echt helemaal zijknat. Mijn tas is ook echt helemaal nat. Nou, spannend morgen. Mijn collega's zijn zo leuk. We hadden het er helemaal over en zo. En ze willen allemaal morgen meemaken over hoe het was. Echt heel leuk. Ik heb echt een superleuk team. Ik leer mijn collega's steeds beter kennen. Het was zo gezellig. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik vind mijn werk superleuk. Mijn team superleuk. Ik heb echt niks te klagen. Dus mijn collega was helemaal in tranen toen ze de mand kreeg. Eerst gaf ik haar het cadeau. Want dus, maar uit de school heb je dus €50 en een bosje bloemen. Nou, we hadden dus €50 een bon voor verder en verder online. Heel mooi in een doosje. Was dus eergisteren binnengekomen. En in plaats van de bloemen dus de grote mand waar alle cadeaus in zaten. En toen daarna kwam ik met een man binnen die natuurlijk loodzwaar was en ziek goed gevuld. Nou, jullie hebben het gezien. En ze kregen helemaal tranen over de wangen. Zij is niet iemand volgens mij die zoals ik om alles helpt. Dat is echt heel erg leuk. Ze was echt heel erg blij mee. Wat ik nu ga doen, ik ben dus iemand die, ik had verwacht om 6 uur thuis te zijn. Het is nu pas 4:30. En ik wou nog allemaal dingen voor mijn date doen. Dus ik denk, mijn haar is heel dood. Ik ga nu echt een risico nemen waarvan ik achteraf kan denken wat beter dom. Maar ik wil naar de kapper. Terwijl mijn haar nooit mooi ziet naar de kapper. Dus ik weet dat ik gewoon dom bezig ben. Maar het is nog steeds zo slecht geknipt als vorige keer. En het is nu zo dood, dus ik wil even wat doden eraf. En de enige kapper die nu waarschijnlijk tijd heeft, want de rest heb ik gebeld, is allemaal vol, is Brainwash. En ik heb hele slechte ervaringen met Brainwash. Dat je echt denkt, wat ben je aan het doen, meid? Maar als ik eenmaal vind dat mijn haar dood is en dat het eraf moet, dan moet het er ook even af. Dus ik belde Lynn van, wat zal je doen? Zei ze, nou, als je alleen zegt, puntjes eraf. En vorige keer zijn de lagen ingeknipt, dus je mag wat van de onderkant iets meer afknippen, zodat die lagen er een beetje uit zijn. Dan dat, maar niet meer. En dan zeg ik het morgen een date, dus het moet echt niet veel verandering. Gewoon weer even een beetje gezond. Dus ik ga nu kijken of Brainwash open is. Ik ben heel benieuwd. Ik ben nu bij de Maxis. Of ze plek hebben. Dus je kunt daar dus geen afspraak maken. En ik ga dit keer gewoon heel goed opletten. Ik vind dat altijd een beetje lullig om dan zo heel spastisch te doen. Maar ik ga nu wel echt goed opletten. Zeggen nee, stop. En dus oké. Moest een uur wachten, gadver. Moest een uur wachten, had ik echt gezien. En ik vond ze er niet goed uitzien als goede kappers. Erg, hè? Dus wat heb ik toegedaan? Haarmaskers gekocht. Ik ga lekker veel haarmaskers in mijn haar doen. Misschien nu al 1. En dan wassen. Ik heb het gisteren gewassen, maar met de regen moet het wel. En dan weer 1. En ik heb ook nog deze. Deze waren 5% korting. Eet een dropje. Deze waren 1 plus 1. Deze van Knijp waren ook 1 plus 1. Deze ruikt echt naar thee. Lippenbalsem en deze naar vanille. Deze heb ik gekocht. Een lipstick, maar niet heel stikkerig. Een beetje glosserig. Niet heel glosserig trouwens. En deze gloss, want die deed me een beetje denken aan mijn Bobbi Brown. Morgen voor de date. En ik ga dus vanavond, voordat ik nu maar gewassen, even chillen. En ik
letters op de lijn al helemaal nu voor mijn date. Dus even kijken, mijn calorieën invoeren, want we hadden wel broodjes gegeten. Ik ben heel wit. Maar ja, beter niet naar de zonnebank, want dan word ik rood. Dus ik ga gewoon poeder opdoen morgen. Ik ga of weer lekker ricotta met cannelloni doen. Of grote kipwraps. Nu ga ik dus water drinken. Ik had een fles water nog gekocht, want ik was mijn water vergeten. Ik heb het niet gedronken, heel slecht. Dat ga ik nu doen. En hoe bereid ik me dan nog voor? Nog een maskertje, genoeg slapen. Er komen dus nog BH's en zo vanavond. Want ik had een soort BH nodig. Nog steeds de video niet opgenomen, wauw. Ook nog steeds dit niet laten zien. Ik ga mijn nagels doen. Dus daar heb ik trouwens ooit een video van gemaakt en nooit gepubliceerd. Ik zit mijn haar zo leuk nu. Als ik kijk naar Lotte van Love Island, dan denk ik van dat is toch heerlijk zo'n bos met haar. Maar ik vind het gewoon, zo is het wel leuk. En zo bodycap. En gewoon mooi, maar ik vind het toch, misschien als ik wat slanker ben, dat ik het dan wel vaker zo ga dragen. Maar zie, als je het dan zo zit, vind ik het echt lelijk. Wit, hè? Maar mijn haar zit best wel goed nu naar de regen. Lekker een beetje slag erin. Kijk, dan vind ik het hier mooi, maar dan hierboven niet. Bolly. En dan, ik wil toch wel stijl hebben morgen. Wat ik nu ga doen is dus zo'n masker nu in mijn haar doen. Het valt me echt nog mee hoe droog het is. Maar nu een masker in mijn haar en dan het wassen en dan weer een masker in mijn haar en het uitspoelen. Ik heb het dus op droog haar gedaan. Dus gisteren gewassen, maar wel haarlak erin. Olie er voor alles in gezet. Dus ik ben benieuwd hoe het is. Omdat je moet het dus na het wassen doen op nat haar en dan 10 minuten laten intrekken. Maar ik dacht, als je haar al van het water zit, neemt het toch minder op, lijkt mij dus. Zit er nu in. En dan ga ik het nu gewoon lekker een uur laten zitten. En dan ga ik mijn haar wassen. En deze ga ik straks na het wassen nog in mijn haar doen. Dan hopelijk is mijn haar lekker zacht. Ik had dus dit zakje, maar dan de olieversie. De gelige versie. Alrighty. Is donker haar, vinden jullie donker haar mooier? Nu het zeg maar nat is, dat het donkerder is of niet? Ik vind dat verzorgd eruit zien ofzo. Nu heb ik een masker op. Maar het is een soort van crème masker. Deze. Hij ruikt super lekker naar een kokosnoot. Zo, en het is van Glam Glow. Ik heb het gekregen van pakketjes unboxing, maar ik ben zo brutaal om dit pakketje vast open te maken. Want ik wilde zo graag een masker van Glam Glow op en ik wist niet welke ze hadden gestuurd. Dus het is niet echt een masker zoals je gewend bent, maar er zit nu dus een hele voedende laag op mijn gezicht. Mijn huid is best wel droog. Dus ik zit nu helemaal lekker in de maskers. En dan ben ik helemaal chill aan het voorbereiden voor mijn date. Mijn collega's waren ook helemaal excited. Ik vind het zo leuk. Dus mijn collega die app net hoe blij ze is met de man. Het is echt super leuk. Want ik merk gewoon aan haar dat ze er echt heel blij mee is. Want zij gaat niet zomaar zeg maar, die blijdschap uiten als ze niet echt heel blij ermee is. Dat vind ik echt super leuk. En nu kwam de weekendbezorger. Met echt extreem veel dozen. Ik dacht nou, ik heb allemaal schoenen en zo besteld. Oh, dat maskertje is lekker in te trekken. Dus dat komt in één doos. Maar al die schoenen zitten dus in allemaal losse dozen. Dus ik ga ze wel even nu bekijken met jullie. Super leuk. Body. Super leuk. Ja. Ik doe het gewoon even sneller. Heel lekker in een van deze zakken. Zat. Dit. En hier wil ik nu mee gaan douchen, want dit geeft je echt een sauna gevoel. Super chill. Echt heel fijn. Nog een mega zak waarvan ik tegen haar zei, dit is echt niet normaal. Dat jullie dit hebben uitgezocht, jij je moeder of haar moeder. Niet normaal. Heel lekker ruikt deze. En toevallig zei ik al tegen de kinderen, mijn douchegel is echt net. Ik heb er nu nog één van Action. Deze vond ik heel lekker ruiken. Super lekker. 3 maskertjes van Dr. van der Hoog. Echt, dat zei ik al echt. Ik heb denk ik niet van een heel groot deel van de klassies gekregen. Ik denk van 11 in totaal. Maar wat ik heb gekregen zijn echt hele lekkere dingetjes. Ook niet zoveel kaartjes dit jaar, maar je ziet toch echt de ouders veel minder dan in groep 3. Dus ik denk dat hoe ouder de kinderen, hoe minder de liefde presentjes zijn aan het eind van het schooljaar. Hele mooie kleuren lakjes. Ik zei al tegen haar van wow, ik wou gisteren deze kleur nou gelijk opdoen. En toen ontdekte ik dat ik die kleur niet heb. Beige, dat is mijn nieuwe die favoriete kleur namelijk. Dat is echt super leuk. Heel lief kreeg ik van het gat weer zit bullies poep op. Deze heb ik zelf ook een keertje gehad. Dit zijn van die Snoep Donuts. En dan met een heel lief kaartje. Die hij zelf heeft geschreven. Dus dat vind ik heel erg leuk. Van één iemand kreeg ik hele mooie zonnebloemen. En een super lief zelfgetekend boekje. Echt heel cute. Alles met neon.
Kijk hoe lief. Ik heb het allemaal bekeken natuurlijk. Maar echt zo lief. Iemand kreeg ik deze pepermuntjes met een heel schattig. Heel leuk om te bewaren eigenlijk. Dat ga ik even hier neerzetten. Vind ik schattig. Hier heel cool. Ik ben zeker dat ik het van hem mag oplezen. Dus ik ga het oplezen. Dit is de jongen die ook op de trampoline op het zomerfeest gefilmd mag worden. Dit is Daran en hij gaat later een hele bekende rapper worden. Ik hoor hem ook echt rappen. Maar je bent een echte sushi-eter. Weet restaurants aan te raden die we anders nooit hadden geweten. Hij kijkt ook mijn vlogs. Hoor je Daran? Ik ging aan het eind van de dag ging ik een quiz doen. Want ik heb altijd nog troep in mijn lokaal. Die tv is irritant, maar ja. En dan ging ik een quiz over mezelf doen. En hij wist echt alles. Vlogs gevolgd door velen. Juf Charlotte, YouTube-ster. Ik ga je webshop delen voor die bling, dierending. En stoere vette kleding. Bedankt voor alle spullen in de lucht die ik nooit ving. Maar mij wel vrolijk maakte. Ik gooi er soms random dingen door de klas. Ben geraakt door je bezorgdheid voor mij. Denk van tijd tot tijd aan hoe modern je bent. Squishies en Orbeez, laat me dansen, please, op hiphop, want ik ben creatief. Onze vrolijkheid, niet te meten. En wat ik je nog wil laten weten, dit schooljaar zal ik echt never nooit vergeten. Zo schattig. Dit is echt wel het beste kaartje ever. Heel leuk kaartje. Heel leuk. Met ook door ouder geschreven. Hij had dus die lieve kaart gegeven en toen kwam zijn moeder daar ook nog met dit. Want ja, hij wilde heel graag nog iets aan je geven. Zei ik, deze ga ik lekker in mijn klas zetten, maar ik denk dat ik hem toch thuis ga zetten. Hele lekkere handlotion van zo'n superleuke homewinkeltje hier in Wees. Of niet hier, want ik ben niet in Wees, maar in Wees. Zijn we er bijna. Dit is ook wel echt een van de bijzonderste cadeautjes ooit. Want de moeder van een meisje in de klas maakte het dus zelf. En ze kon echt niks beters maken dan een pushinecorn. Mijn trouwe YouTube-volgers weten het. Ik was helemaal geobsedeerd door Pusheen en unicorns en alles. En ik ben iets volwassener geworden daarin. Dus ik koop geen Pusheen-pyjama's en sloffen meer. Maar dit... Ik wil hem eigenlijk ook niet aan mijn sleutel hangen. Want ik ben zo bang dat hij lelijk wordt. Ik vind het oprecht heel... Echt heel mooi. Ik zou dit zo kopen in de winkel. Maar het is natuurlijk super veel werk wat hierin zit. Ik vind het zo leuk. Vind ik echt geweldig. En nog hier iets heel lekkers van Rituals. Mooie zakken. Dat zeg ik, het zijn echt mooie cadeaus. Misschien moet ik hier al mee douchen. The Ritual of Karma. En heel erg lekker, 4 handlotions. En die ga ik wel op mijn werk zetten, want daar was je zo vaak je handen dat ik best wel vaak droge handen heb. Ik vind de Ayurveda echt heel lekker. Super relaxte spullen. En van de klas als cadeau kreeg ik dan deze theemok. Grappig, al meerdere collega's hadden dat. Dus dat ik echt dacht, klasouders, hebben jullie samen overlegd ofzo? Ik twijfel nog of ik hem bewerk zet of hier, maar ik denk thuis. Van 4A. En vorige keer kreeg ik dus dat vriendenboekje met alle kinderen. Die staat nog steeds in mijn klas. En dan nu gaat mijn statief eraan. Deze ben ik dus gaan eten begin van de week, want die kreeg ik eerder al. Dan kreeg ik buisjes, dus dan moet ik echt niet meer eten. Maar die is heel lekker. Maar 1 keer chocola gehad, dus dat is wel goed voor mij. Kinderen weten ook wel. Altijd als er klasse rond komt, zeg ik altijd, ik doe hem in het doosje voor mijn kabel. Dus ze weten wel dat ik liever niet te veel snoep. En dan kreeg ik dus van de klas, vond ik echt heel erg leuk, dit blik. En ik maakte het open. Nee, je gaat niet aan Pusheen knagen, Wolly. Allemaal theezakjes. Dit hebben ze dus gemaakt op de dag dat er een invaljuf was. Of een juf van onze eigen school. Hebben ze allemaal theezakjes versierd. Wat een werk. En dan met hun helemaal eigen papier eromheen. Dan zitten dus lekker heerlijke theetjes. Maar ik wil het eigenlijk niet gebruiken. Zo leuk. Dat was zo lief, want veel andere juf die nu groep 5 werkt, viel in bij mij. En die heeft het allemaal geregeld. Dat vind ik echt super lief. Kijk naar hoe geweldig ze dit allemaal versierd hebben. Ik ga er even een paar laten zien. Ja, ik vond het heel leuk toen ik dit kreeg. Weer daaraan, van de rep. Kijk nou. Echt geweldig, toch? En het ruikt zo lekker. Dus ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Want ik wil het eigenlijk niet gebruiken. Dus heb ik dit eindelijk weer laten zien. Dan kan ik het gaan opruimen. En nu ga ik dit masker eraf halen. Het zit er nu denk ik al 2 uur op. Het is echt wel een masker. Want het zit nog steeds op mijn gezicht. Dus het trekt heel lekker in. Maar het blijft ook liggen. En dit ga ik eruit wassen. Nou... Ik heb nog 3 kwartier ongeveer. Ik ben helemaal opgemaakt. Ik heb mijn haar helemaal gesteld. Het is zo gek, maar ik ben nu dan dus 7 kilo lichter volgens mij dan bij mijn vorige date. Of in ieder geval 5 kilo dan mijn vorige date. En ik vind mezelf er dus niet knapper uitzien. Vind ik wel jammer. Ik heb make-up niet heel veel gedaan. Wel een beetje. Oh, dat moet ik een beetje uitleggen. Highlights moet ik nog doen.
Maar dat is wel goed stellen. Ja. Maar ik moet ook misschien nog een beetje wakker worden. Iedereen zegt doe je haar los. Wow, dit moet ik echt even uitleggen. Ik vind altijd dat ik dan een... even iets minder op mijn lippen ook. Maar dat ik een wat boller gezicht heb met los haar. Maar ik denk dat het nu nog gewoon ook tussen mijn oren zit. Want ik ben gewoon veel lichter. Mijn gezicht is ook dunner. Dus ik moet gewoon los haar kunnen leggen. Maar zo vind ik het dan een beetje heftig. Dus ik draag het dan... zoveel mogelijk een beetje zo en een beetje zo. Het is ook niet lekker met eten als het in je haar zit. Ik neem wel gewoon mijn glitterscrunchie mee. Dan kan ik het eventueel gewoon zo in een laag staartje vastzetten. Dat is niet heel mooi, maar het is ook niet heel lelijk. En ik denk dat ik ben dus afgekikt van mijn koffieverslaving. Ik weet niet of ik dat wat verteld. Je ziet aan mijn ogen dat ik gewoon nog een beetje moet leven. Mijn ogen hebben nog geen sprankel, dus dat is het ook een beetje. Zo vind ik het altijd leuk. Maar ik ga nu wel even een kopje koffie nemen om een beetje wakker te worden. En nog even een broodje eten. Ik heb twee... koolhydraatarme boterham met Slanky op. Maar ik ga straks natuurlijk avondeten. Maar dat duurt wel even. Want ik word eerst nog geïnterviewd en zo. Dus ik ga nu nog weer even twee boterham eten. En ik denk dat ik geen koffie meer heb. Goed, in ieder geval. Ik heb ook een lipmaskertje van Starskin opgedaan. Dus dan weten jullie een beetje hoe ik me voorbereid op een date. Nu nog even een badjas chillen. En dan 20 minuutjes voor ik ga. Mijn sieraden omdoen. Nog één keer, laatste keer mijn haar stylen en... kleren aan. En dan ben ik als het goed zo nog eens een half uur te vroeg, wat ik nooit ben. Maar goed, het moet maar een keer. Het is gewoon goed om op tijd te zijn. Dus. En het is echt slecht weer en ik ga een kort jurkje aan doen. Dus oké, I'm ready. Ik heb mijn haar alweer vastgedaan. Het gaat los. Het is voor mij zo lastig om mijn haar los te dragen. Ik vind dus dat ik er niet heel goed uitzie. Ik ben niet helemaal wakker. Mijn ogen zijn een beetje rood en tranerig, maar het komt vast goed. Dit is dus de look. Ja, het is best wel bloot. Qua benen, maar... de outfit is helemaal chill. Mijn armen zijn bedekt. Een beetje inkijk, maar niet te veel. Hij is getailleerd. Maar helemaal geen last van vetjes of zo. Dus ik heb mijn haar misschien iets te vaak gesteld. Het is een beetje plat, maar ik moet nu gewoon gaan. Ik kom nu om 5 voor aan en ik moet er kort over zijn. Ik ben iets later dan gepland, maar het is wel gewoon op tijd. Ik ben nu nog niet echt zenuwachtig. Maar, oh, ik kan echt niet tegen los haar. Ik heb er wel zin in en... we'll see. Ik ga even mijn lipgloss opdoen nog. Ik heb nog schoenen mee. Superstars. Deze heb ik dus gisteren van Catrice gekocht. Geen idee welke kleur. Want misschien ga ik daarna nog even met Lin. Oh, ik moest een jas zoeken. Oh jeetje, ik vind mezelf heel bloot. Mijn benen zijn ook niet meer zo bruin. Omdat het al een tijdje niet mooi weer is. En ik natuurlijk toen het mooi weer was ook ziek was. Ja, ik vind een leren jasje wel leuk, maar hij is wel een beetje strak op dit ding. Je komt natuurlijk aanlopen in een jas. Oh, ik weet het niet. Dat is een dikke jurk. Welke jas anders? Oh, Charlotte. Ja, dan heb ik alleen deze hier hangen. Mijn maat 80 jas, die hartstikke groot is. Nee, toch? Oh, wat erg. Nee, dan ben ik echt te bloot. Oké. Okay. Ik ben er. Ik begin ineens ziek zenuwachtig te worden. Ik ben dus eigenlijk altijd alleen nerveus als ik moet presteren. Als in dat ik iets heb voorbereid. Oh, ik vind dat ik er echt mooi uitzie. En dat dan moet doen. En dat hoeft nu niet. Dus daarin ben ik niet zenuwachtig. Maar gewoon zo zenuwachtig voor wie mijn date is. Ik ben zo bang dat het tegenvalt of iets. Oh, ik ben heel nerveus. En mijn camera past net niet in mijn tas. Dus ik twijfel of ik hem meeneem. Ik weet het niet. Het is zo weinig even. Ik mag dit pas uploaden dus in november of zo. Hallo jongens, het is zondag. Vandaag is de dag dat ik 8 kilo ben afgevallen. Ik zie er heel veel rot uit. Ik heb van alles gevlogd deze week, maar dat mag ik niet publiceren. En dat mag ik echt pas over een hele lange tijd aan jullie laten zien. Het is niet heel bijzonder hoor. Maar dat hield me deze week nog bezig. En daarom ben ik nu ook een beetje, ik heb een beetje gehuild en zo. Dat horen jullie nog wel. Hoi. Hi. Heb je geen briefje? Huh? Raar. Oh, ik ben bijna klaar over 2 minuten. Oh, maar hoe laat ben je er? Want dan kom ik gewoon naar buiten. Oh. Dankjewel, ik moet heel even mijn haar borstelen, even een trui aan doen. Doei. Trui aan, ik heb een trui aan.
echt niet wakker. Maar ik ben dus heel verdrietig. En heel moe. Maar dat horen jullie nog wel. Dus ik heb heel weinig gefilmd daardoor deze week. Terwijl ik wel veel heb gefilmd. Ik wist niet dat ik dat niet kon gebruiken. Dat wist ik gisteren pas. Oké. Nu ga ik lekker even lunchen met Lin. Smijter. Hij is smijter. En ik kijk de Scarpaccio. Ronde 3. Ik heb 2 koffies, zodat ik eerst van mijn koffieverslaving af ben. Hallo. Ja, was ziek gezellig. Ik ben trouwens dus echt nu 8 kilo kwijt. Mijn broek is veel te groot. Hij is echt veel te wijd. Maar kijk, ik heb nu dus een shirt in een broek. Dat vind ik nog steeds niet leuk, want ik heb nog steeds dit. Maar zo ziet dat er dan nu uit. Zien jullie het? Maar als ik dus een strakke broek heb, zijn mijn benen ook mooier. Dus ik ga heel even naar Almere, denk ik. Want het is nu 4:30. Ik vind het wel lekker om nog eventjes wat te doen. Ik ben ook lang niet geweest. Dus ik ga eventjes... Ik vind het niet lekker zo'n wijde broek. Misschien even een riem omdoen. Andere schoenen, want deze lopen niet zo lekker. Je ziet het nu niet zo erg aan mijn benen, omdat die broek te wijd is. En dan rijd ik even naar Almere. Even een broek kopen. Ja, maar het was super gezellig met Lin. Mijn allerbeste vriendin. Ik hou van je, Lin. Dit weer even aan, maar dat vind ik veel chiller met kleding passen. Hier zie je echt minder dat ik ben afgevallen, denk ik, of niet? Als ik dit aan heb. Ja. Dit vind ik lekker als ik broeken wil passen en zo. En het is niet heel koud, dus let's go. Ik heb sushi besteld. Dit en dit. En ik heb dit en dit gratis gekregen, maar ik snap niet waarom. Ik weet niet waarom. Het is vet duur. Ik wil eigenlijk gezond gaan, dus ik had heel weinig rijst, maar ik kan dit natuurlijk niet weerstaan. Ik snap niet waarom ik dit heb gekregen. En dan ga ik hier super sexy weekvlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet geen duimpje omhoog te doen als je het een leuke vlog vond. Ik vond hem best wel leuk. En doei!